Een hele goede morgen. Welkom bij Nieuwe Ups en Down. Liam, die is al wakker. Jordi, die slaapt nog. En omdat hij zichzelf niet lekker voelt, laten we hem ook zo lang mogelijk slapen. Jordi, die is vannacht aan het spoken geweest. En Niels is ook bij hem gaan liggen. En het ging ook niet zo heel lekker. Hij had allemaal slijm in zijn keel zitten en zo. En hij had gewoon echt papa of mama nodig. Om de nacht door te komen. Nou, dan is dat zo. En we zouden eigenlijk naar de tandarts gaan. Maar voor mij en Jordi hebben we afgezegd. Omdat wij van mening zijn dat garen. Ik ga niet liggen slepen nou met een ziek kind. Ten eerste. Ten tweede. Ik weet niet wat hij heeft. Dus ik ga het ook niet opzoeken. En ten derde. Niels die mocht wel gaan. En toen zei ik van ja, dan ik ga niet haasten of zo. Dus dan zeg van mij maar af en van Jordi. Dus dat hebben we gedaan. En vanochtend werd ik ook nog gebeld door de school van Jordi. De twee juffen zijn ook ziek. Ze hebben ook bepaalde klachten. En van de week is al een groep op die school gesloten omdat een kindje corona-gerelateerde klachten had. En of het kindje getest is of niet, dat weet ik dan verder niet. De juffen waren ziek. En ja, dan gaat ook gewoon die groep dicht natuurlijk. Dus de groep van Jordi is momenteel ook gesloten. Heeft hij daarvan de verkoudheid? Ik weet het niet. We gaan het gewoon kijken hoe het loopt. Stel dat hun corona hebben. Ja, dan zou het best wel eens kunnen zijn. Maar we gaan het gewoon zien hoe het allemaal loopt. Ik kan me eigenlijk niet druk om maken. Testen doen we niet zomaar bij Jordi. Omdat wij van mening zijn dat Jordi sowieso een klein kind hoeft niet zomaar getest te worden. Want het kan ook gewoon een verkoudheidje zijn. Dus zodra ik of Niels klachten krijgt, gaan wij onszelf laten testen. Nou, hé jongen. Hij was wakker geworden. Dus ik heb net even zijn neusje gedaan. Ik heb nog geen luier gedaan, want die zat nog niet vol. Maar hij had gewoon trek en dat kon je gewoon merken. Dus ik heb hem even zijn flesje pap gegeven. En ja, paracetamol erin. Zijn antibioticum die hij altijd heeft. Dus een onderhoudskuur. En zijn macrogolpoedertje. Dus alles in één. De hele apotheek erin, hè jongen? Ja. Ja, mijn hij is zo schor. Hè, manneke? Maar ja, ik ga heel even verder met mijn kleine grote vent. Want ik mag ook niet weg. Ik legde hem op de bank neer en hij werd boos dat ik wegliep. Dus dat wordt vandaag een dagje kroelen. Afgezien van dat Jordi op dit moment verkouden is en keelpijn heeft en alles, deed ik in de zomer ook wel eens. Dus ook best lekker voor de kindjes. Liam had het nog nooit gehad. Dus het was echt proberen voor Liam. Ik wist dat Jordi het wel zou lussen. Gele Galia meloen, honingmeloen, hoe je het ook noemt. Die had ik in de koelkast neergelegd. Omdat ik merkte dat Jordi keelpijn had. En hij vindt roomijs wel lekker. Maar ja, dat geef je nou ook niet graag met keelpijn. Dus wat ik heb gedaan is, ik had hem dus in de koelkast gelegd en door de helft gedaan. En dat was precies genoeg voor hun beiden. En dit heb ik gemalen en gegeven als fruit. Is gelijk verfrissend voor de keel, voor Jordi. En wat ook nog eens is, het is minder slijmvorming. Dus het is niet zeg maar een slijmvormend product. Misschien is het ook wel een handige tip voor de mensen die verkouden zijn. Koop gewoon meloen en leg het in de koelkast neer. En dat het lekker koud is. En dat je dat zo kan eten. Dat is misschien ook nog wel eens een tip.
Je hebt net geslapen, hè? Ben je alweer wakker? Jouw broer is wel aan het slapen nog, hè? Die laten we nog even slapen, hè? Ja. Ja. Hij doet mij na als hij de tut in de mond doet. Eén, twee. Plop. Ik heb een kusje erbij. Nou, Jordi heeft al een periode geslapen. En hij is net wakker. En hij... hij kan het niet uithoesten. Dat is het probleem bij Jordi altijd. Dus ik moet een beetje opletten. En... mijn eten heb ik ook al zo goed als helemaal klaar. Ik ben mijn aardappels nu aan het koken voor aardappelpuree. We eten ook een spannetje met boontjes. Dus ja. Ik vind Jordi altijd wel lekker. Dus ik dacht, nou, laat ik dan iets maken wat hij altijd eigenlijk wel eet. Dus daar ben ik nu mee bezig. En nu is weer eens iets aan het uitvreten. Maar Jordi zit nu lekker even een flesje oranje te drinken en ik heb er paracetamol in gedaan. Want hij gaf net echt aan dat hij zich niet zo prettig voelde. En dat heeft niks met zijn buik te maken. Dat heeft gewoon echt alles ermee te maken met het feit dat hij zich gewoon niet zo lekker voelt. Ik kan wel het verschil merken namelijk. We hebben net lekker gegeten met z'n allen. Daarna zijn Liam en Jordi in bad geweest. Liam vond het heel leuk en Jordi de andere kant uit. Ze hebben net hun flesjes op. En Liam is naar bed. En hier ligt onze klaagmuur. Ja, dat is niet leuk, hè? Dat is heel zielig. Die gaat zo ook lekker naar bed, toch, mama? Ja, zeker weten. Oh, sorry hoor. Dan mogen we niet zeggen dat hij naar bed gaat. Nee. En daar zit madame in de bench. Te klagen. En zoals net vervelend. Dus die ga ik er zo uithalen. Een hele goede morgen. Hallo. Jij was alweer vroeg wakker, hè? Ja. En volgens mij heb je nou een poepbroek. Aan de aroma te ruiken in ieder geval wel. Dus ik ga mama zo schoonmaken. Ja. Gisteravond waar ik gewoon bankzaken en beleggingen gedaan en verder niks. Ik kwam niet veel meer uit mij. Ik ben echt oprecht die zwangerschap beu. Maar, bijna. Maar goed, ik ga even een broek verschonen, want die stinkt. Jordi slaapt nog. En, ja, gaan we de dag weer beginnen, jongeman? Lekker stukje. Ik heb net iemand wakker gemaakt. Deze vent. Het is al 9 uur. En hij heeft echt vanaf gisteravond... 8 uur tot net geslapen. Dus hij heeft het klokje rondgeslapen. Dus dat is echt supergoed. En zijn luier zat zo gigantisch vol. Van voor tot achter.
Dus hij heeft goed zijn best gedaan. Hij heeft goed gekweekt. En nu heb ik hem lekker even uitgekleed en een schone luier aangedaan. Kleedjes erbij hier gelegd, zodat ik hem daar kan aankleden. Maar eerst even lekker relaxen op de bank. Hé, jongen. Dus dat gaan we even doen. Ga ik hem daar aankleden. En dan is het weer de tijd om te beginnen met de dag. Hè? Hij is zo vrolijk wakker geworden ook. Dus. Blij. Normaal is hij niet zo vrolijk als hij verkouden is. Liam ligt inmiddels op bed. Hij wou zijn fles niet meer drinken. Dus die heb ik naar bed gebracht. Hij was ook zo moe. En Jordi, die heeft net zijn fles op. En die is nu een beetje nog aan het rondkruipen. Maar ja, die heeft iets later, is hij natuurlijk wakker geworden. Dus is hij nog heel eventjes wachten. Ga ik zo zijn luidje doen en dan kan die ook naar bed. Maar zondag kwam hij een beetje verkoud, met verkoudheidsklachten thuis. Maar normaal is het zo, als Jordi verkouden is, dan is hij de tweede, derde en de vierde dag hartstikke ziek. En dat is eigenlijk helemaal niet het geval. Dus ik had het met mijn moeder erover. En zijn oma natuurlijk. Kijk, Niels die heeft hooikoortsklachten. Mensen in mijn familie hebben ook hooikoortsklachten. Dus zij weet daar iets meer van als ik. En ik had het er zo met haar over. En eigenlijk zijn de klachten die hij heeft helemaal niet op verkoudheid gebaseerd. Maar eigenlijk allemaal stuk voor stuk op hooikoorts in dit geval. Want hij is absoluut niet ziek. Heeft geen koorts, niks. Heeft een beetje verhoging gehad. Maar ja, dat kan daarvan komen. Dus ik ben er vrijwel van overtuigd dat het toch hooikoorts is. Aangezien Niels en ik zelf ook momenteel daar last van hebben. Dus ja, wij denken dat hij gewoon hooikoorts heeft. Dat hij gewoon niet verkouden is. Anders was hij nu wel gewoon echt ziek geweest. Dan was hij niet op deze manier verkouden geweest. Corona is het niet, want hij heeft geen coronaklachten verder. Dus dat kan het ook gewoon niet zijn. Maar ja, we gaan het gewoon zien. Maar normaal was hij gewoon nu echt ziek geweest. Maar dit is gewoon echt, dit zijn meer hooikoortsklachten dan verkoudheidsklachten, moet ik zeggen. Dus ja, nou, vorig jaar had hij dat ook een beetje, maar niet zo erg als nu. Ik denk dat het nu meer ontwikkeld is. Ja, blijf natuurlijk gewoon in de gaten houden. Nou, ja, ik ga heel eventjes met hem koelen en knuffelen. Zodat hij zo lekker naar bedje toe kan. Want hij is wel moe. Want ja, van een loopneus word je natuurlijk moe. Mijn god, ik moet echt naar de kapper. Maar ja, dat zal waarschijnlijk pas na de bevalling zijn. Maar goed. Een tijdje terug heb ik jullie laten zien hoe ik mijn haché maak. En van daaruit weer een ovenschotel. Nu ga ik jullie laten zien hoe ik de simpelste goulash maak. Die je maar kan verzinnen. Rundergoulash, ja. Er zit voornamelijk paprika, ui, dat soort dingen in. Maar ik doe iets meer groente en ja, ik maak er een beetje een eigen twist van. Onthoud dat koken altijd je eigen fantasie is. Maar wat heb ik ervoor nodig? Runder gehakt. Dit is 500 gram. Wat ik over heb in dit geval, gaat de vriezer in voor de kindjes. Een pakje van deze. Ik heb alvast puntpaprika in dit geval voor gesneden. Deze waren in de aanbieding, dus ja, vandaar. Natuurlijk ui. Champignonnetjes. Ik had nog courgette liggen, dus die gaan er ook in. En dan heb ik nog mais en tomatenblokjes. Nou, dit gaat allemaal bakkeren in de pan. En ik laat jullie tussendoor even zien hoe het eruit ziet. Inmiddels is Liamke ook alweer wakker. Die heeft alweer wat gedronken. En die zit in zijn tentje. Nee, hoeft niet naar mama. Nee, hoeft niet. Mama houdt voor jou.
Ik ben ondertussen bezig met het gehakt. Jordi slaapt nog. Mijn gehakt komt uit de vriezer, maar wat ik dus altijd doe, is dit. Het ding is met gehakt uit de vriezer, dat duurt altijd heel lang met ontdooien. En ik was ook een beetje laat met uithalen. Dus. Maar ik zorg altijd dat ik deksel erop heb. En elke keer gewoon een stukje eraf schraap. En dan rol je het gehakt gewoon. Als je gehakt bijna helemaal gerold is, dan kun je hem op een gegeven moment gewoon in stukken breken. En dan doe je gewoon elke keer een stukje. Het maakt ook niet uit of er brokjes in zitten, hè. Kijk, het is huistuin en keuken eten maken. Hè? En ja, ik doe het zo altijd. Als je het gehakt klaar hebt. Tenminste, het hoeft niet volledig gebakken te zijn. Dan doe je de champignons er al bij. Zoals je ziet komt er nu wat vochtvorming. Dit moet eerst even weg zijn voordat ik de paprika erin doe. Het vocht is weg. Hoppakee. Normaal snij ik ook echt alles grover, maar wij zijn ook Liam aan het leren om stukjes te eten. Jordi zijn we aan het leren om stukjes te eten, dus is het gewoon makkelijker om alles in kleine stukjes te hebben. En ik vind het ook prettig dat mijn paprika niet door en door gaar is. Er moet nog een beetje knapperigheid aan zitten. Dus ik ga er nu al de tomatenblokjes aan toevoegen. Nou komt het volgende gedeelte. Hier staat natuurlijk een heel recept op. De eerste twee dingen sla ik eigenlijk al over. Nou ja, het vleesbakje aan, dat soort dingen, dat sla ik niet over. Maar dat je het moet stoven en alles, dat doe ik allemaal niet aan. Dus hier staat 500 ml water en de honingbasis voor goulash moet je toevoegen. Ik doe het altijd op deze manier. Zodat het goed gemengd is, dan gaat er nu in. Je kan ervoor kiezen om het nu even 10 minuten door te laten pruttelen. Ik doe dat niet. En waarom doe ik dat niet? Ik ga het heel even proeven. Het is warm, dus als je ook gaat proeven, kijk uit. Ja, smaakt prima. Ik zet het vuur nu uit. De deksel erop. En straks rijst koken en dan kunnen we eten. Pakken. Goed zo. Lekker happen. Nou, ze zijn dus lekker chipjes aan het eten. Alles ligt hier helemaal onder de chips. Maar ik heb net gestofzuigd, zodat er geen haren van Joef zaten. Maar ja, dat dus.
In ieder geval, ze zijn hier lekker chips aan het eten. En hoe, kleine monsters. Straks kwam Niels thuis met eten en we hebben gegeten met z'n vieren. En toen hebben we eigenlijk continu tijd aan de kindjes besteed, hè? Eerst hebben ze ons met. Ja, ze zaten helemaal onder. En toen dat helemaal klaar was, dan zijn ze lekker gaan spelen en alles. Heeft Joef nog even gestofzuigd? Joef heeft nog even gestofzuigd. Yep. En uiteindelijk was het tijd om naar bed te gaan. Jordi had erin om naar bed toe te gaan, die wou niet. Mm-hmm. Dus die heeft even gespookt. En ik ben gaan douchen op een gegeven moment. En ja, toen sliep je op een gegeven moment. Hè? Ja. Ja. Een beetje drinken nog gegeven. Dus, maar ja. Wij gaan deze ups en downs afsluiten. We gaan zo naar bed. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende.